Dit is de Ginkelse Heide, vlakbij Arnhem. Tegenwoordig, in 2023, is het er zonnig, rustig en vredig. Maar in 1944 zag het er hier heel anders uit. In die tijd had het leven zogezegd een stuk minder kleur. Nederland zuchtte tijdens de Tweede Wereldoorlog onder het schrikbewind van Nazi-Duitsland. Steden waren kapotgeschoten, de bevolking had steeds minder te eten, duizenden mensen raakten vervreemd van huis en haard. Of erger. Om te zeggen dat de situatie uitzichtloos was, dat is nog een understatement. En er moest de hongerwinter notabene nog beginnen. Maar toch, en wellicht is het een beetje vreemd om dat te zeggen over zo'n verschrikkelijke situatie, begon er toch langzaam maar zeker licht te schijnen aan de horizon in Nederland. De zon ging weer aan in het leven. En het had voor een groot deel te maken met één bijzondere auto. Kijk, dit is de auto die het licht weer liet schijnen in het Europa van de jaren 40. De originele Willys Jeep. Tenminste, dat is hoe we hem tegenwoordig kennen. De term Jeep is eigenlijk een verbastering van de Engelse letters G&P, een afkorting van General Purpose. Want toen Amerika begin jaren 40 betrokken raakte bij de Tweede Wereldoorlog, zocht de legerleiding naar een licht, wendbaar en oerstevig verkenningsvoertuig ter vervanging van de paarden en de motorfietsen die tot dan toe werden gebruikt. Maar liefst 135 Amerikaanse fabrikanten kregen de opdracht om in no time zo'n soort auto te ontwikkelen die aan een paar hele duidelijke eisen moest voldoen. Zo moest hij vierwielaandrijving hebben, plek bieden aan 3 bemanningsleden, niet meer dan 590 kilo wegen en, met de voorruit neergeklapt, niet hoger zijn dan 1 meter en 2 centimeter. Na slechts 11 dagen kwam de blitzbuggy van de kleine fabrikant American Bantam als winnaar uit de bus. Maar omdat zij niet genoeg geld en productiecapaciteit hadden, werden de grotere automakers Willys Overland en Ford ook bij het project betrokken. En zo stonden de Blitzbuggy, de Willys Quad en de Ford Pygmy aan de basis van een van de belangrijkste auto's uit onze geschiedenis. Het woord icoon wordt wat mij betreft veel te vaak gebruikt in autoland. Ga maar eens na. De Citroën De Gevaux, de lelijke eend, is iconisch genoemd omdat hij zo goed was in het naar de markt brengen van Franse boertjes zonder dat hun eieren stuk gingen. De originele Volkswagenbus dan? Zeker. Ook een hele herkenbare auto, maar die werd vooral beroemd omdat hij zo leuk te beschilderen was met bloemen in de flower power tijd en heel goed surfboards naar de zee kon dragen. De originele Land Rover dan? Absoluut, ook een stoere auto, maar die kwam pas op de markt in 1947. En toen had deze tough guy zijn belangrijkste strijd al gestreden. Deze Jeep bracht geen eitjes naar de markt. Hij bracht gewonde soldaten van het strijdveld naar het hospitaal. Hij flaneerde niet over de boulevard, maar werd uit vliegtuigen gegooid en ploegde door onmogelijke akkers om informatie te verzamelen. Hij jaagde niet op fazanten op het Engelse platteland, maar diende als mobiel luchtafweergeschut om de Duitsers te verslaan. En met succes. Deze Jeep zorgde er mede voor dat het leven in Europa weer kleur kreeg. Dit is de auto die niet alleen Nederland bevrijdde, maar zijn stempel drukte op de wereldgeschiedenis. Kijk, dat is pas een icoon. Het is ook niet voor niets dat de Amerikaanse generaal en later president Dwight Eisenhower de Jeep betitelde als een van de essentiële wapens waarmee de geallieerden de oorlog wisten te winnen. Je had de bazooka, het C-47 Dakota transportvliegtuig, de atoombom en deze Jeep. Het is dus ook niet zo heel raar dat de tegenwoordige fabrikant, Jeep, nog altijd een eerbetoon maakt aan het origineel. En die heb ik voor de sfeer even meegenomen. Bijna 80 jaar na Operation Market Garden, waarbij er zo'n 80.000 exemplaren van de originele Willys Jeep werden gedropt in deze regio, houdt deze nieuwe Wrangler de herinnering aan zijn illustere voorvader meer dan levend. En als je goed kijkt, zie je dat hij ook echt op diverse plekken een zichtbaar eerbetoon is aan die auto. Overal en nergens zie je die Willys terugkomen.
Maar pas op, hè, laat je niet foppen door dat uiterlijk en zeker niet ook door deze kleur, Gecko Green. Want het lijkt misschien een beetje alsof deze nieuwe Jeep een soort parodie is op het origineel. Een beetje alsof je met de kapiteinspet van je opa, jazeker, naar je werk gaat of zo. Maar niets van dat is waar, want deze nieuwe Wrangler heeft ongeveer dezelfde inborst als die legerjeep die zo belangrijk is geweest voor de geallieerden. Want ja, hij ziet er vergelijkbaar uit, maar heeft ook gewoon kei goede vierwielaandrijving. Weliswaar inschakelbaar, waar die bij de Willys permanent was. En er is echt wel het een en ander veranderd in die tussentijd. Want weet je, het geïmproviseerde dakje van die Willys is nu veranderd in een elektrisch schuifdak. Ik rij af en toe elektrisch, want het is een plug-in hybride. Ik heb zelfs stuurverwarming en deuren. Konden ze in die tijd alleen maar over dromen. Ja, deze deuren kunnen er wel uit. Maar het is natuurlijk echt wel heel veel gebeurd in die 80 jaar. Maar dan nog, als ik in deze Wrangler rijd, dan voel ik de vrijheid die die Willys ooit bracht naar Europa. En vergis je niet, hè? Deze Jeep is ongeveer zo'n 5 keer zo zwaar als het origineel. Maar in deze Rubicon-uitvoering komt hij ongeveer even ver in het slechte terrein als die oude baas die voor me rijdt nu. Kijk, huppakee. Eén en al controle. En dat is ook het verslavende aan de moderne Jeep. Kijk, dat kleine dingetje voor me, dat springt overal en ergens overheen alsof het speels gemak is. Maar ook als je onderweg bent in zo'n Wrangler, geeft hij het gevoel dat je overal heen kunt rijden. Het ultieme gevoel van vrijheid. Zelfs als je in de file staat op de A12 of zo, dan denk je, weet je wat? Met deze auto ga ik gewoon door de berm naar mijn werk. Kan mij het schelen. Tikkeltje onhandig misschien, maar het gevoel dat het kan, is wel waanzinnig. De meeste van ons hebben geen idee hoe het is om niet vrij te zijn. En dat is maar goed ook. Maar als ik in die Jeep rijd, dan denk ik vaak aan hoe het moet zijn geweest voor de Nederlanders toen ons land uiteindelijk weer bevrijd was. He, dat er zo'n Willys je straat in reed en dat je wist dat het weer goed was. Dat je weer veilig was. Weer kon zijn wie je wilde zijn. Weer mocht lachen. Dat de zon weer begon te schijnen. Dat je vrij was. Zeker in deze tijd is het nogal nodig om je te realiseren hoe bijzonder dat is. En te weten wie we daarvoor mogen bedanken. Want ja, ik ben best gek op deze auto. Maar ik ben er ook heel blij mee dat ik er niet mee oorlog hoef te voeren. Het is trouwens ook niet echt een heel goed idee met deze kleur. Maar goed, dat terzijde. Maar dat daar, dat is vrijheid.